Ik ben Britt Sapij, ik kom uit Tiel. Ik studeer in New York en ik basketbal hier. Ik ben begonnen toen ik 10 was in Tiel bij Flipstars. En daar heb ik volgens mij 2 jaar gespeeld met de jongens. Toen ben ik vanuit Tiel ben ik naar Bemmel gegaan. En toen ben ik vanuit daar geselecteerd voor het Nederlandse team. Ik heb een aantal Europese en wereldkampioenschappen gespeeld met het Nederlandse team, de jeugd, zeg maar. En daar lopen coaches rond van alle colleges uit Amerika. En die zeg maar, zoeken naar speelsters die ze zeg maar, graag willen voor hun team. Het is voor hun belangrijk om goede spelers te hebben en om goed bekend te staan vanwege hun sport. Will we still be dancing on shaky ground? Well, one thing that really impressed me about Britt, I love the fact that she wants to play for a national team and has such a passion for the game of basketball and for her Netherlands. She's injured right now. She has a knee injury and so she's fighting her way back, but she's had a terrific attitude about it. You know, it's a special person that can be a Division I basketball player. So therefore, there's a lot of time, a lot of money. I mean, it costs $67,000 to go to Fordham and all these young ladies are on a full scholarship. So they're getting everything paid for. So it becomes, in essence, a job for them. Dus we trainen van 1 tot 4 elke dag. Dus dat kan zijn van 1 tot 4 basketbal of dat is van 1 tot 3 basketbal en dan van 3 tot 4 krachttraining. Dat ligt aan per dag. Dus dat is best wel intens, want daaromheen heb je ook nog les. Dus er blijft eigenlijk niet zoveel vrije tijd over om andere dingen te doen of om leuke dingen te doen. Dus het is best wel intens. We will still be dancing on shaky ground. Ik studeer General Science. Dus dat is een beetje algemene wetenschappen. Dus biologie, scheikunde, eigenlijk van alles wat. En ik zit daar in mijn 2e jaar. Als je hier zeg maar basketbalt, ben je alles. Dus dat betekent dat ik er niks hoef te betalen voor qua wonen, qua eten, qua nou ja, collegegeld. We wonen ook in zeg maar, betere gebouwen dan de normale studenten. Dus het is wel echt dat je privileges krijgt. Ja. We zijn hier in de Bronx, maar als je hier op de campus loopt, dan merk je totaal niet dat je in New York zit. Het is allemaal groen, het is allemaal netjes schoon en als je echt 1 stap erbij zit, dan is het echt de Bronx. Het is hier gewoon echt gewoon een community, het is gewoon echt een levensstijl. Het is eigenlijk wel gek, want je woont en leeft en je ziet eigenlijk alleen maar mensen van je eigen leeftijd. Dus dat is in het begin best wel gek, maar je went er wel snel aan. Iedereen begroet hier elkaar, het is heel erg aardig tegen elkaar. Yes, Britt! Als ze zeggen Nederland, dan is het heel vaak Nederland. Dan weten ze niet, dus ik zeg heel vaak ook, ik kom ook gewoon naar Amsterdam. Ik ben ook volgens mij de enige Nederlander hier op school. Dus ik ben best wel exclusief. I had like the spice pumpkin latte. It's nasty. Do you like lattes though? I do, but I just hate pumpkin. Ik kijk zelf niet heel erg naar de toekomst. Ik heb ook gewoon een half jaar voordat ik naar Amerika ging, heb ik besloten dat ik naar Amerika wou. Dus ja, eigenlijk dus gewoon voor de ervaring. Ladies and gentlemen, please welcome to the court your 2015-16 women's basketball team. Het is 16 november. Het was Ramtown. Het was een soort van pep rally voor de studenten en de fans. Zodat ze weten wie wij zijn en dat ze kunnen komen kijken bij de wedstrijd en dat ze enthousiast raken. Het is heel erg anders dan in Nederland. Het is heel erg leuk om te zien. Nee, ik heb gewoon heel erg zin om te spelen en om gewoon echt weer te kunnen basketballen. Want ik hou van basketbal, dat is mijn ding en daarom ben ik hier.